Ik bedoel, sorry hoor, maar wat kan zo'n ster nou? Zo'n ster die ontstaat, geheel buiten zichzelf om. Er komt gewoon een grote explosie en... Ah, straal, 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 straal! Die begint gewoon 150 miljard jaar op niks af te straal, straal, straal. Terwijl er niemand kijkt. Straal, straal, straal. Behalve een paar dronken vreemdgangers op een terras. Kijk, schatje, de grote beer. Oh, je bent zelf een grote beer. Straal, straal, straal. En al 150 miljard jaar onverrichte zaken stralen, komt er weer een explosie. Ik ben een zwart gat. Einde. Dat is dan een ster. Terwijl dit lichaam, deze geest, zo'n ster zal nooit het subtiele genoegen smaken van zoiets verfijns. Van zo'n gedachte-exercitie. Van zo'n meningenfeest. Van zo'n argumenten-tombola. Als de Zwarte Pieten-discussie. Kan zo'n ster nooit van genieten. En wij wel. Sterker nog, we kunnen hem gaan afronden, denk ik. Want we weten nu ongeveer wel hoe de Zwarte Pieten-discussie gaat aflopen. De vraag is nu alleen nog maar... wie is achteraf in de Zwarte Pieten-discussie nou de allerstomste? Ik stel even een paar kandidaatjes aan u voor. De eerste is toch weer Mark Rutte. Mark Rutte hield een persconferentie. We hadden een nucleaire top in Den Haag en Mark Rutte beleefde zijn finest hour, want hij mocht vragen van de wereldpers beantwoorden in zijn beste Engels. Dat is al gauw jouw slechtste Engels, maar prima. En toen was er één journalist en die vroeg, well, what's your opinion on Black Pete, Prime Minister? En toen zei Mark Rutte, well, Black Pete is black, hè? He is not green or yellow, so that is my opinion on Black Pete. En die journalist vroeg door. Die zei, ja, maar wat als het nou voor sommige van uw onderdanen in uw koninkrijk kwetsend is? Wat dan? En toen zei Mark Rutte, en ik citeer... Well, I have friends in the Dutch Antilles. And they are always very happy when it's Sinterklaas. Because they don't have to paint their faces when they are playing Black Pete. I am always for 3 days busy getting the paint off my face. But they don't have to. En... ja, ik zie sommige mensen kijken van, nou, Claudia de Brij. Als dat tenminste je echte naam is. Ik geloof er niks van. Die mensen wil ik vragen, als je vanavond thuis komt, ga even naar YouTube en tik in Mark Rutte Black Pete. Het is in het echt nog veel erger. Ik begrijp ook niet dat het destijds niet een enorme rel is geworden. Ik heb er echt alles aan gedaan. Op de een of andere manier vinden we het dus kennelijk niet zo erg dat de leider van alle Nederlanders dit zegt. Dit is de leider van ons allemaal, hè? Dus de man die een half uur later namens ons Barack Obama welkom mocht heten in Nederland. Die mocht zeggen, hey Barack, hey, that is nice. You don't have to paint the face, hè? When it's Sinterklaas. Dat is toch ook nice? Of is de stomste in de Zwarte Pieten discussie toch Quincy Gario? Quincy Gario, die de Zwarte Pieten-discussie op de kaart heeft gezet en terecht, maar die heel veel begrip in één keer wil en geen sprankje begrip kan opbrengen voor die witte Nederlander die denkt, ik heb toch jaar na jaar met de beste bedoelingen een slagroomtaart gebakken en ineens te horen krijgt, hey, slagroomtaart is heel kwetsend, ik heb diabetes. Oh, sorry, ik had gewoon geen idee, sorry. Of is de stomste toch ik? De gemiddelde witte Nederlander die zo weinig weet van het hele slavernijverleden... dat ik niet eens kan inschatten of die koppeling ergens op slaat. Of is de stomste toch in de Zwarte Pieten-discussie de roetpietenlobby? Hele fijne, warme, zelfgebreide lobby is dat. Die zegt, laten we het gewoon weer gezellig maken. Laten we Zwarte Piet ontdoen van raciale elementen. Laten we gewoon die dikke lager schmink wegdoen. Laten we lekker thuis een kurk boven het fornuis doen. En even wat roetvegen maken. Dan is het voor iedereen weer een fijn, warm familie. Wat de roetpietenlobby verblind door gelijkheidsgeloof vergeet, is het Sinterklaasgeloof. We zijn nooit begonnen met dat schminken omdat we dachten, ah, oh, de slavernij, dat vond ik toch zo'n leuke tijd. Laten we dat ieder jaar gaan reenacten. Nee, we zijn daarmee begonnen zodat je niet ziet dat het ome Henk is. Die kinderen zijn wel goed gelovig, maar niet blind. Die zien met roetvegen, denken ze gewoon, hey, ome Henk, ben je in de asbak gevallen of wat? Ze hebben je nichterig pak aan, dus normaal.
Ze moeten gewoon dikke lagen moeten. Er moet minstens 5 keer Patricia Pai moet erop. En als je dat dan niet in het zwart wilt, omdat dat kwetsend is, wat ik me echt goed kan voorstellen, dan denk ik, doe het dan in alle kleuren van de regenboog. Zeg dan van, nou, doe een regenboogpiet en dan verzinnen we iets over dat de stoomboot door de regenboog is gevaar. Dan krijg je mensen die zeggen, oh ja, regenboogpiet. En hoe denk jij dat ik dat aan mijn kinderen ga uitleggen? Nou, misschien op dezelfde manier als je ze al jaren uitlegt dat er een paard over het dak loopt. Nee, dan gaan we met regenboogpiet. Met regenboogpiet gaan we nat, dat zul je zien. Dan hebben ze het door. Of ik denk, als je dan niet regenboogpiet wilt, doe dan oranjepiet. Dat vinden we altijd fijn in Nederland, als alles oranje is. En ik denk dat er komend jaar wel wat oranje schmink overblijft. Dus dat doen we gewoon komende november, zeggen we met alle grote mensen tegen elkaar. Hé jongens, orange is the new black. En klaar. Stel ik voor. Dan twittert iemand iets bozigs. Dan krijgt hij allemaal boze reacties. En dan trekt hij zijn tweet in. Dat vind ik dan een beetje vies. Vind het een beetje je keutel intrekken. Ja, het was eruit, laat het eruit.